Alweer enige tijd, beste jongens en meisjes, beste parochianen, horen we dat de wolf terug is in Nederland. We horen dat ook van bezorgde schapenbezitters. Wat is er te doen als een van hun schapen door dit dier wordt gedood? Het is inderdaad waar. Schapen zijn hun leven niet zeker als een wolf in de buurt komt. En in de evangelie horen we ook over een wolf die schapen bedreigt. Maar Jezus zegt dat hij een herder is die over zijn kudde schapen waakt en opkomt. Er zijn mensen die het wel geloven. Ze doen alles voor het geld en laten de kudde dan in de steek. Zo niet Jezus. Ik ben de goede herder die zijn leven geeft voor zijn schapen. Laat hij ons weten. Herders, een kudde schapen, dat komt in onze tijd, althans in Nederland, niet zo vaak meer voor. In ieder geval niet in onze eigen omgeving. In Drenthe, op de Veluwe, zijn er nog kuddes en herders. Maar die zijn vaak meer als toeristische attractie. Vandaag kunnen wij van Jezus leren. In alle eeuwen horen wij over het beeld van hem als een goede herder. Jezus geeft ons een signaal daarmee. Een teken. Wij zijn allemaal geroepen om herder te zijn. We horen bij elkaar. Samen kunnen we bergen verzetten en er voor elkaar zijn. Ik ben de goede herder die zijn leven geeft voor zijn schapen. Daarmee spoort Jezus ook ons aan dat in ons eigen leven te doen. Niet alleen maar te denken aan jezelf, maar ook zorg hebben voor anderen. Voor mensen die verdriet hebben. Voor mensen die eenzaam zijn. Mensen die het moeilijk hebben. Samen aan een onzichtbaar touw trekken. Dan kun je bergen verzetten, zei ik al. Dat is een goede herder zijn. Samen aan een touw van eenzaamheid trekken, zodat die eenzaamheid verdwijnt. Samen aan een touw van lijden en pijn trekken, zodat er beweging komt in die pijn en in dat lijden. Samen trekken aan een touw voor vluchten voor geweld, voor uitbuiting, voor oorlog, zodat er vrede komt en begrip. Samen met elkaar, jullie met elkaar, wij met elkaar, samen kunnen we bergen verzetten. Dat zijn woorden die zo uit de mond van Jezus lijken te komen. Want hij zegt, als je het geloof hebt van een mosterdzaadje, kun je bergen verzetten. Een mosterdzaadje is een heel klein plantje wat gaat groeien en heel vol wordt, heel mooi wordt. Maar in het begin is het heel klein. Maar daar zit al het leven in, daar ontkiemt het leven. Het zijn woorden die sterkte geven. Met het geloof van een mosterdzaadje samen aan een onzichtbaar touw van Gods liefde en vrede trekken. Dan kunnen we bergen verzetten. Vandaag is het wereldwijd in de kerk ook roepingenzondag. We bidden om geestelijke roepingen voor het priesterschap, het diaconaat en het religieuze leven. Maar er is meer. Er is veel meer. Wij zijn allen geroepen om Jezus na te volgen op zijn weg van liefde, vrede en vreugde. Een weg die we als ouders proberen te gaan voor onze kinderen. Als docenten voor onze jongeren. Als genezen verpleegkundigen voor zieken. Als jongeren om een positieve manier volwassen te kunnen worden. Met aandacht voor onze medemens en voor onze maatschappij. We bidden vandaag ook voor herders. Voor pastores, want dat is het Latijnse woord voor herder. Voor elkaar kunnen we ook een goede herder zijn. En dat willen we vandaag ook met elkaar geloven en uitdragen. Amen.